Dus als ik alles doe, is ik spring gewoon en dan kijk ik wel wat ik nodig heb. Met z'n vieren zijn wij aangeklikt aan het Afghaanse leger en deden we eigenlijk train while you fight. Toen ik 20 was, heel erg mentorschap gemist heb. Eén ding wat super belangrijk is, is als je begint met creëren, is dat je heel goed weet wat je niche is. Het was best wel bewolkt en dat hing gewoon een sfeer om je heen en je voelt dat er wat gaat komen. Dat er twee kinderen naast mij stonden en mijn bordschutter die kijkt van bovenaf naar die jongen toe. En het enige wat ze doen is dit. Ik zeg, vriend. Hij keek naar, ik denk zo ook zo, oké, je moet echt waakzaam zijn nu. Dus we wisten al dat het best wel een link was wat we deden op dat moment. Er gaat een bocht in, we rijden door een gully heen. En het enige wat je hoort is gewoon één grote teringklap. In een serie video's ga ik in gesprek met YouTube creators. Wie zijn ze? Waarom starten ze een YouTube kanaal? Hoe maken ze hun content? Verdienen ze er geld mee? Welke lessen hebben ze tot nu toe geleerd? Ik wil er alles over weten. Welkom bij CVD-TV. Is mijn gast Mark Pollen. Mark, hartelijk welkom. Dankjewel. Van het YouTube kanaal Scherpschutters. Ja. Om te beginnen, even bij het begin. Jij hebt een achtergrond bij de Korps Mariniers. Klopt. En bij, hoe heet dat, NL Marshoff, hè? Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Dat zijn wel heftige guys, hè? Ja, dat... Nou ja, dat tenminste, in mijn perceptie. Voor mij was dat mijn wereld. En pas achteraf, als je eruit bent, dan merk je... Oh ja, het is eigenlijk toch wel bijzonder wat ik heb gedaan. De Korps Mariniers is ten eerste al moeilijk... Ja, ze noemen dat al een elite eenheid eigenlijk. Ja, precies. En dan binnen die binnen het Korps Mariniers heb ik nog verder gespecialiseerd en dan ben ik naar de Special Forces gegaan en dat is NL Marshoff. Maar dan de Special Forces van de marine? Ja. Wat maakt dat specifiek dan? Nou, je hebt eigenlijk in Nederland heb je twee Special Forces eenheden, officieel gezien. En er zijn wel heel veel speciale eenheden, maar er zijn maar twee officiële Special Forces eenheden en dat is het Korps Commandotroepen van de Landmacht en NL Marshoff. En NL Marshoff, nou, het onderscheid, dat hoor je eigenlijk al een beetje, is maritiem. Dus je hebt een landmacht eenheid en je hebt een maritieme eenheid. Dus wij doen nu alles met water, met zee opereren. Dus, maar om het moeilijker te maken, opereren wij natuurlijk ook bijvoorbeeld op land in Afghanistan. Dus dan is het soms heel verwarrend van wat is het nou? Wat daar onder andere daarbij geweest ook zelf, hè? Ja, ik ben uitgezonden geweest naar Afghanistan. En ik ben uitgezonden geweest voor de kust van Somalië op piratenjacht geweest. Oh ja, dat zijn van die gasten die van die piraten. Helaas, voordat we dat YouTube-kanaal gaan doen, hè, want we kunnen dit gesprek ook gewoon 6 uur duren. Maar voordat we naar het YouTube-kanaal gaan, want we hebben een creator in de bank. Neem eens mee in die wereld, zeg maar. Wat doe je dan zoal? Nou, ik ben opgeleid om leiding te geven aan een kleine gevechtseenheid. Een kleine gevechtseenheid praat je over ongeveer 30 mensen. En wij moeten eigenlijk overal over de hele wereld kunnen opereren. Dus dat betekent dat wij worden opgeleid in de bergen van Schotland, in de woestijnen, in de kou van Noorwegen. En overal moeten wij gevechtskracht kunnen leveren en onze opdracht kunnen uitvoeren. En dat betekent dat je een specifiek soort mens nodig hebt, die achter de linies met zware rugzakken ergens kan komen waar andere mensen niet kunnen komen en dan onze opdracht kunnen uitvoeren. En dat is in teken van veiligheid. Hè. Dus waar moeten wij heen? Bijvoorbeeld met die piraterijmissie. Ja, handel is voor Nederland extreem belangrijk. Hè. Dus ja. Op het moment dat daar die piraten, ondanks dat ze goede motieven hadden, omdat ze niet meer konden vissen, natuurlijk over zijn gestapt naar een ander verdienmodel, was dat voor ons schadelijk. Dus dan kunnen wij als Nederland zeggen, wij sturen daar die mannen heen en wij gaan daar die handelswegen weer veiligstellen. Ja, en dan ga je daarheen en dan ga je dus actief jagen op piraten in de moderne tijd. Mijn dochter vroeg ook al van, hadden die dan ook... Hebben ze zo'n bandit en zo'n ding om. Ja. Maar Afghanistan, dat klinkt ook niet echt dat je zegt van, ik ga op vakantie, zeg maar. Wat maak je dan mee? Nou, ik ben daar geweest in de setting van dat ik met een kleine eenheid, met 4 mensen, totaal 26, met z'n vieren, zijn wij aangeklikt aan het Afghaanse leger en deden we eigenlijk train while you fight, noemden we wat. Dus vechten terwijl je aan het trainen bent. Dus wij stonden niet op een schietbaan die mensen te trainen, maar wij gingen mee met de Afghanen op operaties. En tijdens het gevecht moesten wij hun beter maken in het vechten. Tegen de Taliban? Tegen de Taliban, maar, ja. En hoe was het niveau bij start? Nou ja, toen ik daar aankwam was het alsof je een soort struikroversbende tegenover je had. Met allemaal van die banden, munitie om hen heen en halve uitrusting. En allemaal, ja, gewoon chaos eigenlijk. Maar uiteindelijk hebben we daar de laatste dag, of de laatste weken dat we daar zaten, heb ik wel een nachtelijke operatie gedaan over 6 verschillende assen dat de deuren intrapten met die Afghanen. Dus naar een hoger niveau getild. Ja, dat was wel uitdagend, ja. Wat doe jij met angst?
Nou, angst is iets wat je kan controleren. Wij zeiden altijd, emotie kan je uitschakelen. Daar geloof ik niet zo in, maar tijdelijk kan dat wel. Dus als jij een goede operator wil zijn, moet je wel in staat zijn om te ervaren, hey, ik vind het super spannend, ik vind het eng, maar krijg ik het onder controle en kan ik alsnog de dingen doen die ik moet doen. Als je bijvoorbeeld in een vliegtuig, uit een vliegtuig springen, is gewoon spannend, dat doet allerlei dingen in je lichaam. Maar kan jij dan nog die angst soort van voelen, onder controle brengen en dan nog wel aan de juiste touwtjes trekken en op je hoogtemeter kijken? Kun je dat trainen of moet je dat hebben? Ik denk dat je dat het tweeledig is. De een is er meer goed in, genetisch gezien, dan de ander. Dat testen wij natuurlijk ook. Voordat je naar een Special Force eenheid gaat, vallen er heel veel mensen af. Yeah. Dus de aptitude, daar wordt eigenlijk gekeken van, ben je uit het juiste hout gesneden en kunnen we jou in een korte tijd opleiden naar het niveau van een Special Force eenheid? En dan, dan heb je dus, kan je trainen. Ja, als je dus talent hebt, dan kan je het dus trainen. En dat doe je door de trainingsomstandigheden zo heftig te maken dat het steeds normaler wordt op het moment dat je in de oorlog zit. Ik weet nog wel dat de eerste keer dat ik vuurcontact had in Afghanistan, dat ik dacht van, hey, dit is zo bekend, het voelt bijna alsof ik in een training zit. Jezus. Heb jij mensen doodgemaakt? Nee. Nooit? Nee. Maar dat zou je wel hebben kunnen doen, zeg maar. Ja, er zijn zeker omstandigheden geweest waarin ik dat had kunnen doen. Hoewel ik wel een tactisch commandant was. Dus op het moment dat ik zelf mensen had dood moeten maken, ging er wel wat mis in mijn leiderschap. Dus indirect stuurde ik wel heel veel dingen aan en had ik zeker in een hoedanigheid kunnen zijn om mensen uit te moeten schakelen. Ik heb ook zeker in mijn eenheid zaten heel veel mensen die wel in die omstandigheden zijn gekomen, met name in Afghanistan. Ja. Doe je het nu nog of zo? Ben je er nu nog bij betrokken of helemaal niet meer? Nee, nou ja, ik heb een Scherpschutters YouTube kanaal waarin ik natuurlijk een soort van nog steeds reflecteer en put uit mijn netwerk wat ik toen heb opgebouwd. Maar ik ben al sinds 2015 ben ik weggegaan en daarna ben ik ondernemer geworden. Oké, en waarom ben je weggegaan? Nou, omdat ik eigenlijk tweeledig. Eén is dat ik in mijn privéomgeving dingen waren veranderd, waardoor het voor mij lastiger werd om de opoffering te hebben om bij een Special Force eenheid te zitten. Moet je een heel stabiel thuisfront hebben. Mm-hmm. En ik had op dat moment een co-ouderschap, dus een 50-50 co-ouderschap met een gescheiden situatie. En dat vond ik... Kleine kinderen. Ja, ik vond dat niet meer de opoffering waard. Ik wilde er zijn voor mijn dochter, ik wilde zo stabiel mogelijk zijn. Dat is één factor die meespeelde. Maar eigenlijk een belangrijkere factor was dat ik eigenlijk uitgespeeld was. Ik had mijn jongensboek uitgespeeld, ik had 13 jaar gedaan. En ik ben iemand die continu wil blijven ontwikkelen, continu wil blijven groeien. En ik zag dat de functies die voor in het verschiet lagen binnen Defensie mij niet meer uitdaagden op de manier zoals het deed 10 jaar geleden. Hmm. Toen was het tijd voor mij om te gaan. Ja, heb je het jongensboek geschreven eigenlijk ooit? Of, nou, dat is me wel vaker gevraagd. Ik heb wel eens een boek geschreven over mijn leven, over de dingen die zijn gebeurd zijn. Maar ik had niet heel erg sterk de behoefte om het uit te geven. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar ik had zoiets van, ik vind schrijven belangrijk en ik vind het ook mooi om dat te doen, omdat het je heel veel duiding geeft over wie je bent en waar je naartoe wilt en wat je kan meenemen uit je verleden en wat je mee wilt nemen naar de toekomst. Mm. Maar ik heb nog niet de behoefte gehad om dat uit te geven, misschien in de toekomst nog. Maar je hebt hem wel, zeg maar, een soort van. Ja, als ik het tot een uitgeefbaar boek zou moeten maken, moet ik nog wat werk erin stoppen. Maar er staat altijd een ander op papier, zeg maar. Ja, dat wel. Hoe, neem eens mee naar het begin van het YouTube-kanaal, zeg maar. Want je zegt vanaf 2015 gaan ondernemen. Was dat meteen het YouTube-kanaal of was dat nog wat anders? Nee, ik heb een bedrijf opgezet, dat heette Hell Shooter. En dat staat voor Het Echte Leven Shooter. En dat is een in-real-life shooter in een gebouw van 3000 vierkante meter, waarin ik met acteurs een setting nabouwde waarop je als een soort arrestatieteam, Special Force eenheid, naar binnen ging met airsoftwapens. En daar allerlei tactische uitdagingen kregen, een soort adrenaline-achtbaan van een uur, waarop je in allerlei gekke settingen kwam om een missie uit te voeren, zeg maar Airsoft meets Escape Room. Ja, 10.000 mensen per jaar had ik op het laatst. Ik heb in 2020 mijn deuren moeten sluiten door corona, omdat ik een van de partijen was die heel hard geraakt had. Ik had hoge overheadkosten, 3.000 vierkante meter, ik had 25 man personeel. Oef. Dus ik had enorme kosten. Dus toen in maart ze zeiden van gooi je tent maar dicht, toen was ik de lul. Jezus. Dus dat gaat rap dan. Ja, dan ik heb echt heel hard moeten schakelen om niet helemaal volledig ten onder te gaan. En ik heb dat denk ik goed gemanaged. Maar uiteindelijk is de conclusie wel geweest dat ik mijn tent heb gesloten. Jeejo. Met name omdat ik niet wilde ondernemen in een setting van het huidige landschap in Nederland, waarop je dan als je horeca of evenementorganisator bent, continu moet zitten van, oh, wat als nou in het najaar weer de tent dichtgooien. Dat was een externe factor die voor mij dusdanig zwaar weegde, waardoor ik heb gezegd, oké, ik ga een switch maken. Oké, en die switch werd YouTube?
Ik had scherpschutters opgezet als een soort passieproject. Ja. Dus naast mijn hellshooter, dat liep allemaal. Ik had mijn mensen, maar mijn creativiteit was daar een beetje kwijt. Want het was een echt bedrijf geworden. En toen zag ik in 2016 zag ik die podcastmarkt in Amerika ontploffen. Ja. Die verdubbelde elk jaar. Ik dacht, dit gaat groot worden in Nederland. Kan ik daar iets mee? En toen dacht ik, ik heb een groot netwerk. Ik heb mooie dingen meegemaakt. Maar mijn grootste drijfveer was dat ik toen ik 20 was heel erg mentorschap gemist heb. Als ik kijk naar die leeftijdscategorie, dan denk ik van ja, daar is het zo nodig. Zeker als je een jonge man bent met veel energie. En, of vrouw ook, hè, maar ik ben een man, dus ik refereer even daarnaar. Mm-hmm. Met veel energie, dan kan je heel makkelijk de verkeerde kant, de aantrekkingskracht hebben. Hè. Ik was ook heel erg aangetrokken tot spannende criminele dingen, als het ware. Dus, maar hoe krijg je nou dat soort energie van oké, je wil veel meemaken. Hoe kanaliseer je dat nou de juiste kant op? In die setting miste ik een soort mentorschap. En toen dacht ik, ja, de podcast en mijn netwerk en mijn kennis deden op een laagdrempelige manier gaan delen met mijn de ik die ik was toen ik 20 was. Dat was een soort van mijn doelgroep op dat moment. Ja. Dat leek me heel waardevol. En dat ben ik dus gewoon gaan doen. En ook met die bril op van, oké, we zetten die bivakmutsen af. Want toen ik net bij de mariniers kwam, hè, dan ben je marinier en heb je hard gewerkt. En toen zag je nog een ene en dacht je, wow, arrestatieteams, special forces teams, altijd gehuld in bivakmutsen. Wie zijn die gasten nou? Ja. Ik wist zeker dat er een heleboel jonge mensen zijn die dat misschien ook hebben. Ja. Hoe gaaf zou het nou zijn als die bivakmutsen afzetten? Je hoort de verhalen van die mensen. En gewoon, weet je, ik ben een normale gast. Ja. Weet je, ik praat gewoon met iemand die ik ken en we hebben het dan over de dingen die mij boeien, weet je wel. Hoe ga ik dan om met zelf sterk worden fysiek en mentaal? Hoe ga ik dan om met falen? Hoe ga ik dan om met leiderschapsissues? Weet je wel, allemaal van dat soort dingen. Wilde ik een inkijkje geven in de mens, waardoor hopelijk, en inmiddels bewezen vanwege alle berichten die ik krijg, help ik daar jonge mensen met name mee om naar zichzelf te kijken en de juiste weg te kiezen. Ja, gaaf. En dus, je noemt het podcast, want vertel eens hoe je bent begonnen, zeg maar. Nou, dus als ik alles doe, is ik spring gewoon en dan kijk ik wel wat ik nodig heb. Ja, ja. Je kent dat vast wel. Ja. Ik ben niet iemand die dan eindeloos gaat. Ik ga dan gewoon, ik had een paar oude camera's en ik had een ruimte. Nou, dan ga ik even timmeren. Van die 3000 meter had je nog een paar meter over. Ja, precies. Ik had een kamertje, dus ik denk, nou, ik ga het gewoon doen. Ik zet een paar camera's neer. Ik heb op YouTube, ik ben een autodidact, dus ik leer alles binnen no time. Dus ik zet YouTube aan en kijk, bam, 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 hoe moet dat? En dan gewoon gaan. En die eerste aflevering, als je naar kijkt en het kwaliteitsverschil van toen naar nu, is ook super grappig om te zien natuurlijk. Weet je wel? Want waar zit de grootste kwaliteitsverbetering in? Voor mij in de video. Audio snapte ik wel, omdat ik een audio achtergrond heb. Ja. Maar met name in de belichting, de video en waar zet je de camera's neer en hoe frame je dat allemaal? Dat soort dingen. Ja. Dat is super leuk om te zien. Dus hoe ben ik begonnen? Door gewoon te springen. En toen hebben we eigenlijk gewoon gezegd van, we gaan gewoon zitten en we gaan praten. Dat is het. En dat is. Het gasten was geen probleem. Ik bedoel, je netwerken aanroepen, dan er waren zat mensen. Want of tenminste, dat is nu even een aanname. Maar de bivakmutsen gingen dus ook graag af. Mensen hadden zoiets van, hey, tof idee, dat wil ik wel doen. Nou, de gast is eigenlijk vanzelf gegaan. Maar Jeroen, ik deed toen nog samen met een co-host. Jeroen en ik. Jeroen was van het arrestatieteam, ik van de Special Force. Wij zetten de bivakmutsen op. De bivakmutsen afzetten aan de andere kant van de tafel is een ander ding. Er zijn wel mensen geweest die we aan tafel hebben gekregen die de bivakmutsen af hebben gezet. Of natuurlijk gewoon bij een politieagent of bij een normale eenheid zitten waar je niet direct onherkenbaar hoeft te zijn. Uh-huh. Maar wat het grappige is, de aflevering met bivakmuts, die leverde vaak hogere kijkcijfers op dan zonder. Dus je had echt regelmatig gasten met de bivakmuts op? Ja, mijn meest bekeken aflevering is met een operator van de dienst speciale interventies. Die nog gewoon werkzaam is? Ja, die is gewoon nog werkzaam, dus die kan niet herkenbaar zijn. Maar juist dat levert toch juist ook interesse op. Dus. Hey, en waar sta je nu met het kanaal? Want je hebt iets van, ik denk, op het moment dat we dit opnemen, tik je bijna de 18.000 abonnees aan, volgens mij. Hè? Ja. Kun je eens vertellen van waar sta je nu? Hoeveel maak je? Hoeveel gesprekken maak je? Waar sta je nu? Nou, ik maak nu één keer in de twee weken een podcast. Ik ben altijd de eerste 80 afleveringen deed ik elke week, heel consistent. Ja. Maar door alle ontwikkelingen rondom het sluiten van mijn oude bedrijf en die switch maken, moet ik ook. Ik heb eigenlijk nu een videoproductiebedrijf opgezet achter scherpschutters. Mm-hmm. Even in de notendop, wat er eigenlijk bij mij gebeurde, is ik had een scherpschutterskanaal opgezet, maar ik had Hellshooter daarnaast. En daarin ontstond onbedoeld eigenlijk dat we een soort marketingkanaal hadden, waardoor we ook weer heel veel aanvraag kregen naar Hellshooter. En daar de teamtrainingen namen daardoor alleen maar toe. Ja, ja. Toen viel Hellshooter weg.
En toen had ik eigenlijk alleen nog maar een hopen rijk en helemaal geen enkel verdienmodel. Ja, eigenlijk was het een saleskanaal voor je voor Hellshooters. Dus jonge gasten die keken en die en in de beschrijving en alles zagen ze het linkje naar Hellshooters. En dus stroomde dat door naar, naar Hellshooters. Dat was eigenlijk een onbedoeld resultaat. Precies. Dus dat was een effect wat ik daar had. En dat viel weg en toen had ik alleen nog maar bereikt. Dus waar ik nu zit, is dat ik eigenlijk in een soort heroriëntatiefase zit. Want wat wil ik? Hey, voor mij is als ondernemer is het extreem belangrijk om continu te eiken. Wie ben ik? Wat zijn mijn kernwaarden? Doe ik nog wat ik leuk vind? Doe ik wat ik goed kan? En waar wil ik naartoe? En die dingen continu te blijven eiken. En dat in zo'n fase dat je bedrijf moet sluiten. En je, dus nu heb ik heel veel onderzoek gedaan. Wat vind ik mooi? Wat vind ik leuk? En waar ik op uitkom is dat ik creatie heel mooi vind. Hè? Dus ik vind videowerk vind ik leuk. Ik vind het maken van content, bedenken van content vind ik heel gaaf. En daar wil ik me verder in gaan verdiepen. Dus ben ik documentaires gaan maken? Ben ik me gaan ontwikkelen als cameraman? Ben ik me gaan ontwikkelen als editor? En heb ik net mijn eerste volledige documentaire gemaakt, waarop ik gezegd, ik ga het hele proces helemaal in mijn eentje doen. Want ik wil alles leren, zo snel mogelijk. En de enige manier waarop ik snel leer, is dat ik gewoon erin spring en ik ga het gewoon doen. En ik maak 1000 fouten en dat is super frustrerend. Maar na een half jaar ben ik verder dan wanneer iemand traditioneel leert na 10 jaar. Ja. Dus ik heb nu zit nu op een niveau dat ik durf te zeggen, ik kan een documentaire maken. Ik snap wat ik daarin kan en ik snap ook wat ik daarin niet kan of niet leuk vind. En zo kijk ik ook naar het YouTube-kanaal waarin ik een rol wil hebben van creator. Maar ik niet wil verliezen waarvoor ik het doe en dat is dat mentorschap. Dus ik ben ook bezig om een masterclass te ontwikkelen. Een uitgebreide masterclass die ik in het najaar ga lanceren, waarop ik niet alleen maar inspiratie breng, want dat is wat ik eigenlijk nu doe. Mm-hmm. Maar ik daaronder voor de mensen die echt zichzelf willen veranderen en willen aanpakken en willen groeien, naar een scherpschutter willen zijn letterlijk. Hè? Dus of nou bij Defensie is of als ondernemer of als sporter of wat je dan ook bent in het leven. Heb ik een cursus ontwikkeld, een masterclass waarin je echt aan de slag kan gaan met jezelf. Ik heb daar heel lang een soort aversie tegen gehad, omdat ik heel veel van die cursussen zie, van die funnels die dan gebouwd worden. Ja, dan moet ik zeker ook zo'n funnel gaan bouwen en bla bla bla. Ik heb daar een soort aversie tegen. Ja. Maar hoe ik die aversie doorbroken heb, is doordat ik zag van, maar ik heb denk ik wel echt iets te zeggen over persoonlijke groei en over leiderschap. En als ik nou de mensen erbij betrek die ook echt snappen hoe dat zit, dan kan ik wel echt iets waardevols maken. En dan kan ik er wel achter staan. Ja, je bent wel een soort van credible of zo. Tenminste, weet je, je hebt wel wat gedaan in het leven. Dus ik denk wel dat er een jongere doelgroep is die daar wat aan. Want sowieso is die jongere doelgroep natuurlijk zwaar vertegenwoordigd op YouTube. Is dat ook een beetje jouw kijkers, als je naar scherpschutters kijkt, weet jij wie er naar jouw kanaal kijkt? Ja, nou dat is dus het grappige. Mijn doelgroep die ik voor ogen had, die 20 jaar was, is zeker een onderdeel van mijn doelgroep. Maar als ik nou kijk naar mijn kern van mijn doelgroep, dan is het tussen de 20 en de 40, waarbij tussen de 25 en de 35 de kern ligt. En dat is met name mannen, 80% mannen. Het was eerst 95, is nu 80% mannen. En de reden dat dat die doelgroep is, denk ik, omdat die het meest geïnteresseerd zijn in persoonlijke groei. Want uiteindelijk gaat mijn podcast, als je echt kijkt naar persoonlijke ontwikkeling, naar persoonlijke groei en weerbaarheid en dat soort zaken. Zou je hem niet zwaarder willen profileren zo? Ja, dat zou. Want dat idee had ik, als je nu zo zegt, denk ik, maar dat straalt het kanaal niet. Het heeft heel erg, want hoe heet die payoff van jullie? Wat is het? Rammen met je kadaver of zoiets? Ja. Dat komt zo'n liguber ding. Een kadaver, dat is toch dood altijd of zoiets? Waar komt dat vandaan? Een dood lichaam. Ja, dat is, dat is dan zo'n term. Ja, dat is natuurlijk heel liguber. Aan de andere kant is het ook een soort van, doordat het zo, als je het één keer ziet, dan onthoud je het ook. Dus het is ook zo'n ding wat was ontstaan. Want ik heb er nooit over nagedacht. We zeiden gewoon al rammen met je kadaver. Zeiden wij bij de mariniers van, het is een soort term van als je helemaal kapot zit, dan gaan. Door. Rammen met je kadaver. Weet je, echt gewoon even die soort van die Uber-knop aanzetten. Ja. Die God mode die je in jezelf hebt. Ja. David Goggins noemt dat dan die 40% regel. Kijk, wij zijn geprogrammeerd als mensen om een soort reserve over te houden. Maar als je bij de mariniers gaat, dan word je eigenlijk getraind om zwaar in die reserves te gaan, omdat je eigenlijk nog 60% over hebt. Dus waarom zou je niet eens een keer kunnen gaan tot 80-90% van je capaciteit? Ja. En daar zit zoveel kracht in eigenlijk, door dat te verkennen. Zeker tussen je 20ste en 30ste zeg ik altijd van, je moet die grenzen zo ver gaan oprekken dat je weet dat je in staat bent om tot 80% te gaan, terwijl je denkt dat je maar tot 40% kan. Ja. Als je dat weet, dat betekent niet dat het gezond is om dat altijd te doen, maar dat geeft je zo een kracht in alles wat je daarna in je leven nog gaat doen.
Daar komt een beetje rammel van je met je kadaver. Dus maar eigenlijk ben je, want mijn indruk, als ik dan zo langs dat scherpschutterskanaal zweef, dan is het ook heel erg inderdaad special forces, gewoon echt stoere testosteron kerels, zeg maar, die alles zijn wat mannelijk is, zeg maar. En die waanzinnige indruk, die wel, moet ik zeggen, hun kwetsbare kant, want dat, daarom vond ik het ook interessant om je uit te nodigen. Het zijn gesprekken van meer dan een uur, notabene, lang. Maar als je het nu zo schetst, dan is het eigenlijk gewoon een kanaal voor inderdaad voor jonge gasten die willen groeien persoonlijk. Over alles wat te maken heeft met groei. Ja. Maar dat straalt het niet meteen uit. Nee, dat zou interessant zijn om daar eens naar te kijken. Kan ik dat nog beter tweaken, waardoor ik een iets grotere doelgroep kan aanspreken. Aan de andere kant, als je het hebt over, we hebben het vandaag over creators. Eén ding wat super belangrijk is, is als je begint met creator, is dat je heel goed weet wat je niche is. En daar ook altijd heel zuinig op bent. En ik weet dat mijn grootste niche en mijn meeste krachtige, mijn doelgroep is super hecht. Ik heb niet gewoon 18.000 abonnees. Nee, ik heb betrokken abonnees. Ja. Dus ik weet wie ik ben en ik weet waarom ik gestart ben. Dus ik moet ook trouw blijven aan dat gegeven. Ja, true. En ik zie het, kijk, ik zie het scherpschutters en die bivakmuts en die stoere uitstraling, een beetje als het konijntje in Alice in Wonderland. Het is hetgene waar mensen op aanhaken en meegaan met ons in het verhaal. Want zeker de doelgroep waar ik tegen praat, die staat niet zo heel erg open voor persoonlijke groei, kwetsbare zaken. In eerste instantie, als ik ze meeneem via een spannend verhaal, dan kan ik op hele diepe lagen kan ik het hebben over de echte dingen waar het echt draait om in het leven. Van wie ben je nou? Wat zijn je kernwaarden? Hoe denk je nou? Hoe ga je met anderen om? En dan kom ik op punten waar ik jonge mensen, met name ook echt wel een soort van kan beïnvloeden of positief kan inspireren. Ja, en dan snap ik ook de vervolgstap. Dat je dus meer wil doen dan alleen maar het maken van dit soort gesprekken. Ja. Dat je dus met trainingen of whatever, met dat soort dingen gaat beginnen. Weet je al of daar vraag naar is? Ja, kijk, ik word eigenlijk vragen de mensen die er maar kijken zijn er regelmatig gewoon, mogen we een keer bij jou op training komen? Ja. Kan je een keer dit? Het wordt meer gevraagd. Ik ben zelf meer terughoudend geweest. Omdat ik natuurlijk, ik ben ook een beetje eigenwijs. Ik moet ook altijd heel erg, ik ben heel erg bezig met wie ben ik en waar zit mijn kracht. En ik wil niet zomaar wat gaan doen omdat de kans er is. Mm-hmm. Dus ik moet heel goed nadenken, zit het in lijn met hetgeen wat ik wil bereiken. Is het niet puur opportunisme en omdat het commerciële kansen biedt? Als je eenmaal zo'n kanaal hebt, zijn er meerdere mogelijkheden om geld te verdienen. Maar dat betekent niet dat je ze allemaal moet pakken. Ik heb nog nooit een sponsorship gedaan. Om een van die dingen te zeggen, omdat ik heel puur wil blijven, organisch wil blijven groeien tot een bepaald punt. Kijk, je moet op een gegeven moment ook wel gaan kijken van is het een hobby of een bedrijf? Dus je moet wel een verdienmodel bedenken. Maar het betekent niet dat elk verdienmodel dat daar beschikbaar is, geschikt is voor jou. Ja. En werken voor andere merken is niet direct de visie die ik dan heb. Ik heb liever 20.000 abonnees die ik echt waarde kan bieden dan dat ik 100.000 abonnees heb en allerlei merken moet gaan vertegenwoordigen. Ja. Verdien je er geld mee nu? Ja, ik verdien er geld mee, ja. Hoe? Niet heel veel. Heb je je advertenties aanstaan op jouw kanaal? Ja. Dat er pre-rolls voorkomen, maar dan heb je het over 100 euro's per maand of zo. Ja, kijk, het is meer een beetje het optelsom van. Ik heb een beetje merchandise, ik heb een beetje YouTube-inkomsten en ik heb donaties. Ja. Ik heb een paar keer, dat is ook zo'n ding, ik ben dan veel te bescheiden. Ik heb 2 of 3 keer gevraagd van, hey, weet je wat, als jullie nou wat geld willen doneren, gewoon vrijblijvend, hier is een doneerknop. Ja, dan komt dan toch binnen nota staan er een paar 100 mensen die wat geld willen geven, weet je wel. En dat geeft mij weer mogelijkheden om een betere camera te kopen, om een keer een editor in te huren. Maar al met al moet ik de grote klap nog maken in de zin. En de grote klap bedoel ik niet dat ik er rijk mee wil worden, maar dat ik mijn eigen bestaan ermee kan afdekken. Ja. En dat is eigenlijk de eerste stap die ik wil maken, omdat ik dat voorheen natuurlijk deed met mijn bedrijf. Dus ik ben nog bezig in de transitie om daar een dusdanig verdienmodel aan te hangen, dat ik mezelf overeind kan houden en kan verbeteren door uit te gaan besteden. Dus wat ik niet goed kan of niet graag wil doen, uitbesteden is natuurlijk een belangrijk proces in ondernemerschap. Ja, en dat je daarnaast er gewoon een boterham van kan eten misschien wel. En dat, je gewoon, dat het echt een business is. Ja. Maar daar ben je nog niet nu, dus. Nee, kijk, indirect heb ik er heel veel geld mee verdiend. Heel veel geld mee verdiend. Dat klinkt een beetje, alle kansen die ik heb om geld te verdienen, komen voort uit scherpschutters. Ja, precies. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus het is vaak, als ik nu een video wil maken over een bepaald iets. Kijk, ik heb zo'n groot netwerk inmiddels. Ik kan bijna heel Nederland wel bereiken via één persoon. Ja, en je bent Mark van Scherpschutters nu ook. Want je hebt ook wel een naam opgebouwd, denk ik. Ja,
Dat helpt ook wel, denk ik. De keuze voor meer dan een uur, heb je die bewust gemaakt? Nou, ik vind een uur een fijn moment, een fijn energie qua gesprek. Ik vind vaak een half uur te kort. Ik vind na twee uur ben ik echt wel op. Joe Rogan doet bijvoorbeeld 3 uur. Dus ik ben een beetje gaan kijken van wat vind ik zelf behapbaar. Hè? Ja, dus, er zitten drank en drugs bij, hè? Dus dat scheelt. Ja. Ja, misschien moet ik dat ook gaan doen. Ja. Yeah. Yeah. Ik krijg hele andere gesprekken. Een fles whisky tafel, een blootje erbij en dan kijken wat er gebeurt. Ja. Ja. Nee, dus ik vind vaak een half uur te kort, omdat ik, dat zul je wel zien als je meer naar mijn kanaal kijkt, is dat je vaak de magic zit in de tweede half uur. Je hebt even die aftasting, die energie nodig en een groot ding van wat ik doe, en dat is onbewuste bekwaamheid. Inmiddels ben ik me meer bewust van na 125 afleveringen, maar is de sfeer creëren. Waardoor je op een diepere laag met iemand contact hebt, verbinding maakt en ook het gesprek kan voeren. Hmm. Dus dat is een setting, dat is even, mensen vinden het spannend, weet je wel. Je moet eventjes, ze moeten voelen van, hey, het is oké, weet je. We hebben gewoon een leuk gesprek en ik wil het gewoon even hebben. Ik ben echt oprecht geïnteresseerd in jou, in jouw verhaal. En dan merk je dat pas na die eerste 20 minuten, pas we ergens op een punt gaan komen dat boven komt. Ja, zeker, omdat het zulke persoonlijke verhalen zijn. De YouTube kun je waanzinnig veel van leren, hè, van het kanaal. Als je kijkt naar je analytics en naar je statistieken. Ben jij zo'n iemand die daar heel veel mee, hoe je thumbnails eruit zien, hoe je je teksten moet maken. Ben je daarmee bezig? Ik zou zeggen medium. Ik doe alles zelf. Ik ben een one-man band, dus ik moet editen, ik moet het gesprek regelen, ik moet mijn netwerk, ik moet de analytics doen, ik moet mijn social media runnen, ik heb mijn website, ik heb alles. Dus medium. Maar ik ben me wel heel erg bewust en ik ben heel erg op kwaliteit gesteld. Ik vind het ook fijn om ergens naar te luisteren wat van kwaliteit is, dus ik wil dat ook aanbieden. Voor mij is het echt een no-go om een soort Zoom-gesprek op te nemen. Ja. Als ik zelf naar zo'n gesprek moet luisteren, ben ik na 5 minuten klaar, want ik vind het niet om aan te horen. Ja. Zo kijk ik ook een beetje naar dat soort analytics. Kijk, ik weet dat het beter werkt om een aflevering van 20 minuten te maken, waarop je snel snijdt en zeker in het begin mensen vasthouden. Ja. En dat laat ik dan wel een beetje gaan, want ik denk dan van ja, oké, maar dit is wat ik mooier vind zelf. Dan ga ik gewoon voor een uur, weet je wel. Ja. Maar met de thumbnails heb ik wel gekeken, oké, wat dat is toch wel echt belangrijk en het is een kleine tweak, waardoor je wel weer net eventjes groter bereik krijgt. Dus als je door mijn kanaal heen gaat kijken, zul je ook zien dat de thumbnails waar ik mee begonnen ben en waar ik nu op uitgekomen ben, commercieel gezien of clickbait-achtiger zijn dan toen. De clickbait is een negatieve term, maar ik heb zoveel werk gestopt en zoveel kwaliteit. En dat plaatje bepaalt enorm hoeveel procent van de mensen erop klikken en dus gaan kijken. Dus soms zet ik daar dan een quote op waarvan ik denk van... Is op het randje. Ja, zit wel op het randje, weet je, zo van ik schoot op 700 meter, schoot ik iemand dood. En denk ik, dat is eigenlijk helemaal niet wat ik wil zijn. I know the feeling. Ja, precies dat. Ja. Maar jij gaat niet met een gekke bekken op en handen in de lucht. Dat vertik je toch, hoop ik. Nee, dat doe ik ook niet. Ik ben grenzen. Precies. Hè. Dus weet wat er speelt. Ik kijk ook graag naar jonge gasten. Ik leer ook van jonge gasten. Die zijn er gewoon beter in op YouTube dan dat wij dat zijn. Ja. Maar wees wel jezelf. Ja, precies dat. De andere kanalen, hoe verhouden die zich? Want je zit op YouTube. Wat is voor jou belangrijk? Want je zit ook op Spotify met je podcast, neem ik aan. Ik zag op Insta ben je behoorlijk aanwezig. TikTok bijvoorbeeld. Ik ben net met TikTok gestart. En een van mijn eerste video's die ik daar gepost heb, heeft nu 300.000 views. Ja, volgens mij, ik heb echt het idee dat TikTok je daarmee matst. Ik had hetzelfde. In het begin reken alleen. Ja, dat ze je gewoon binnenharken. En dat ze denken, weet je wel, we geven die eerste paar postings. Die laten we gewoon lekker het algoritme. Gewoon even een paar honderdduizend. En dan word jij heel enthousiast. Dat denk ik hoor. Ik had afgelopen week precies dezelfde. Ja? Realisatie. Dit is gewoon een trucje. Ja, volgens mij is het een trucje. Ja. Dat je dan heel enthousiast wordt en dan doorgaat. Nou, ik haal nog steeds 30.000 views per video dan een beetje. Ja, precies. En wat doe je dan? Gewoon korte fragmenten? Ja, eigenlijk gewoon de reels die ik gebruik op Instagram ben ik gewoon gaan posten daar om te kijken wat doet het. Ja. Ik zie wel een ander publiek. Ik zie ook veel relaxter publiek. Ja. Dus ik moderate eigenlijk altijd mijn YouTube kanaal. Weet je, het grappige is, als ik vervelende comments krijg onder YouTube video's, is dat mijn community diegene naar rechts richt, zoals wij dat noemen. Dus als iemand echt iets relax post, dan reageert, hoef ik vaak niet eens te reageren, reageert iemand anders van, hey, weet je, doe even relaxen. Ja. En dus er zit een soort zelfregelend proces in. Op Instagram vind ik het ook allemaal, is allemaal goed, positief en stimulerend. Maar op TikTok zie ik, wauw, dat is wel echt eventjes hele nare comments. Mensen die elkaar ook ongenuanceerd en die elkaar meteen helemaal afmaken.
Dus ik merk duidelijk dat er wel iets een andere cultuur heerst. Ja. Maar het is heel belangrijk om regelmatig te blijven updaten. Oké, wat wordt er nou gevraagd? Ja. En hoe moet ik mijn content daarop aanpassen? En binnen die spelregels ja, spelen. En dat moet je per platform weer opnieuw uitvinden. Dus dat, ja, dat is alleen maar mooie dingen maken is niet genoeg. Is jouw, wat zijn je toekomstplannen? Want zijn je gasten ooit uitgeput? Of heb je zoiets van, nou, ik kan nog 100 jaar door? Of hoe zie jij dit? Hoe kijk je naar de toekomst toe? Nee, mijn gasten zijn in principe nooit uitgeput. Het enige is dat ik iemand ben die snel ontwikkelt en ook veel ontwikkelt. Dus daar zal eerder een verandering in zitten dan dat het platform moet veranderen. Dan moet ik dus de vragen stellen, ga ik dingen uitbesteden? Andere hosts bijvoorbeeld de kans geven om op het platform zelf te gaan hosten, zodat ik weer mezelf opnieuw kan uitvinden. Wat voor mij het belangrijkste is dat ik me kan ontwikkelen als documentairemaker, als cameraman. Dus dat ik die in de content creatie, de creatieve kant kan blijven. Ja. En dan qua, dus ik zou graag naast de podcast meer echt dingen willen maken. Wat voor documentaires dan? Nou, ik heb nu een documentaire gemaakt over, dat heet De Eenheid. In de coronaperiode had ik voor het eerst in mijn leven een bepaald gevoel van vervreemding. Ik snapte heel veel dingen niet meer goed. En ik ben iemand die wil begrijpen. Dus ik wilde heel erg, dus ik vroeg me af van hoe kan het nou zijn dat wij zo verdeeld raken? En dan ben ik gaan relateren aan van, oké, maar dat betekent eigenlijk als ik die vraag stel, dan heb ik eigenlijk zelf behoefte aan eenheid op het moment dat het crisis is. En dat ben ik terug gaan relateren naar mijn tijd bij het Corps Mariniers. Van toen ervaarde ik eenheid, we hadden een duidelijke missie, we hadden een team. Ik was zelf onderdeel van het team. Dus toen ben ik eigenlijk op een soort experiment gegaan met 4 mensen. De hoogst onderscheiden commando van Nederland, een oud marinier die nu outdoor coach is, een vrouw die is piloot en is neergestort in Afghanistan onder andere en is ook inspirational speaker. En een oud-commandant van de onderzeedienst. En met die mensen, die heb ik eigenlijk in een auto gestopt en ben ik gaan volgen in hun proces om als groepje te gaan verkennen wat eenheid is. En dat is, ja, het is eigenlijk een soort roadtrip, een movie naar de natuur in Zweden met best wel diepe vraagstelling van wat is eenheid en wat heb ik nodig om eenheid te bereiken. Ja, dus dat heb ik geschoten in een week en dat ben ik nu in de laatste fase van de edit. En dan komt het op Scherpschutters? Dit riekt bijna naar iets wat de publieke omroep zou moeten maken, hè? Nou, ik heb het nu inderdaad uitstaan bij een aantal bekende contacten die ik heb. Bijvoorbeeld Jessica Valeris is ook bij mij in de gast geweest. Ben ik even aan het kijken van, oké, is dit iets? Maar het is voor mij secundair. Ik weet niet wat er uitkomt. Voor mij kan het altijd op Scherpschutters. En als iemand interesse heeft om het. En ook op Scherpschutters kan het een groot publiek krijgen uiteindelijk. Dat maakt niet uit als het boeiend is. Wat drijft jou dan eigenlijk, zeg maar? Mij drijft een gevoel van vooruit willen. Willen groeien, altijd een weg willen vinden waarin het beter kan. Ik zie overal de potentie in. Sommige mensen vertalen dat als iemand die altijd ontevreden is, maar ik vertaal het liever naar iemand die altijd ziet hoe er een weg voorwaarts is. En ik wil dat ook altijd blijven verkennen. Dat past ook wel een beetje bij marinier zijn. Als je ergens in een situatie komt in Afghanistan, is er geen stromend water, er zijn geen faciliteiten, er is helemaal niks. Dus je moet altijd in een soort chaos proberen weer iets te creëren. Dat is een factor die mij heel erg drijft. En aan de andere kant in deze fase, wat mij heel erg drijft, is dat ik meer wil brengen dan dat ik haal. En dat is denk ik iets wat ik altijd al een beetje heb gevoeld. Ik wil mezelf tot een punt brengen waarin ik mijn maximale capaciteit eigenlijk ben. Een soort vakmanschap bereiken, mastery, vind ik heel interessant gegeven. Maar nu in deze fase van mijn leven zie ik ook wel dat ik het heel belangrijk vind om te kijken, oké, maar waar kan ik dan van waarde zijn? En ik denk dat dat heel erg terugkomt dan in dat mentorschap. Hè, die drijf is dat een leeftijdding? Ja, ik denk dat dat wel een leeftijdding is. Als je kijkt naar, ik ben 42. Ja. Als je kijkt naar de verschillende stadia's van je leven, dan is zeker in deze fase van je leven is het heel belangrijk ook om een bepaalde rol van mentorschap in te nemen. Daarom denk ik ook dat we dat veel meer zouden stimuleren in onze leeftijdscategorie. Van ga er naar kijken in welke vorm je een bepaalde mentorschap of mentor kan zijn. Ja. Ik denk dat dat een van de meest bevredigende dingen is in deze fase van je leven.
Ik couldn't agree more, Mark. Ja. Ik ga je volgen, blijf je volgen. En superleuk dat je mijn gast wil zijn. Ik weet eigenlijk niet precies hoe lang we hebben gesproken, moet ik je eerlijk zeggen. Maar iets korter dan een uur, denk ik. Dat is een goed teken, dan is de tijd voorbij gevlogen, toch? Ja. Dankjewel dat jij mijn gast wilde zijn. En dankjewel voor het kijken. En als je geluisterd hebt naar de podcast, dankjewel voor het luisteren naar deze video en dit gesprek. En hier ga ik er meer van maken. Meer gesprekken met YouTube creators. En je zal zien dat het altijd weer over net iets meer gaat dan alleen maar over hun YouTube kanaal. Dankjewel voor het kijken. Hoi.